Vanochtend rond 7:30 raakte een vrachtwagen op de Kolenseweg de hoogte van de Mentingberg van de weg. Maar hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voordat met de berging kon worden begonnen, moest eerst de lading met de hand worden gelost. U hoort wijkagent Willem Sagers. Meneer Sagers, een vrachtwagen in de greppel gegaan. Is het een Nederlandse chauffeur? Nee, dat is het niet. We hebben hier te maken met een internationale combinatie van een buitenlandse vrachtwagen met een buitenlandse chauffeur. Dat is gebeurd op de Kolenseweg. Die is voorlopig nog afgesloten. De verwachting is dat we toch nog wel enige uren hier enorm veel hinder hebben van dit ongeval. Het verkeer is aan twee zijden afgesloten. Hoe is het met de chauffeur? De chauffeur is met de schrik vrijgekomen. Zit op het ogenblik op politiebureau voor verhoor en een kop koffie in afwachting van de berging van de auto. En wat vervoerde die? Hij is geladen met ruim 22 ton boter. Vandaar is ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aanwezig om de goederen nog te keuren. Ja, dat gaat de hele klus dan nog worden om dat er ook uit te krijgen. Ja, als u geduld hebt, zult u daar getuige van zijn. Maar we zijn de hele dag nog wel onder de pan hier. Dank u wel. Graag gedaan. Hey, hou hem aan, hou hem aan bestuur. Hey, je hebt 47.